Erik van Looy zou zeggen, het is gebeurd, Jens Adams. 3 jaar contract getekend met Paulshaus, een vastgoedservice. Tevreden man? Zeker en vast, ja. Het is gebeurd, zoals het zeggen. En ik heb nu voor 3 jaar bijgetekend tot eind 2019. Dus ik heb er al heel veel zin in om de nieuwe ploeg te vertegenwoordigen. Kijk je er naar uit om kopman te zijn? Ja, natuurlijk wel, maar kopman in het veldrijden is een beetje overroepen natuurlijk. Het is eigenlijk een sport dat je helemaal alleen doet. Dus, maar op zich, we hebben een goede ploeg denk ik voor de komende jaren. Dus we gaan ook ons best doen om de ploeg nog verder uit te bouwen. Dus ik zie het zeker zitten. Waar droom jij van? Straks op 1 januari begint het allemaal. Heb jij al iets aangekruist? Goh, echt iets aangekruist? Niet, maar ik wil gewoon nog een stap hoger opzetten. En gewoon... Zo dicht mogelijk tegen het podium eindigen. Een stap hogerop. Kan het nog voor Jens Adams? Oh, ik denk dat wel. Ik heb vorig jaar niet veel gecrossed. Ik heb er redelijk lang uitgelegen. En dit seizoen gaat al redelijk goed. Dus ik denk vanaf volgend jaar dat we terug wel een klein stapje hogerop kunnen. Dus ik zie nog wel een beetje progressie voor de komende jaren. Waar kan Jens Adams nog op verbeteren? Goh, goeie vraag. Ik denk vooral een beetje qua kracht en qua de... Ja, gewoon een beetje meer trainingsarbeid nog. En ik denk dat ik gewoon wel nog een beetje kan evolueren naar een iets betere renner nog. Oké, veel succes. Dank je wel.